Aan de buitenkant lijkt het een doodgewone winkel. Maar als ons testpanel binnenloopt, krijgen ze een welkomstbericht. Kijk eens. Ik heb een berichtje. Jij ook? Ja, man. En de verkoper een berichtje met hun namen. Cedric, Diana. Hoi, hoi. Het uitkiezen van de kleding mag je nog zelf doen. Maar dan... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Welk t-shirt staat het beste bij deze klant? En als je eventueel hulp nodig hebt, dan kan je dat gewoon hier zo ook aanvragen. De spiegel laat ook 3D-beelden zien van de kleding die je hebt uitgekozen. En in welke mate het nog op voorraad is. In de oudste straat van Zoetermeer hebben we de nieuwste technologie toegepast, inderdaad. Ja, waarom? Ja, waarom? Het maakt het makkelijker voor mensen. Het shoppen maakt het leuker, makkelijker, online, offline, in de winkel. Alles wordt gecombineerd en dat vinden mensen leuk. Oh, geef hem gelijk aan, hè. Hij staat gelijk in de computer wat ik mee heb genomen. Waarom kiest een bedrijf uit Hongkong uitgerekend Zoetermeer uit als demolocatie? Ja, Zoetermeer is toch wel ICT-stad. En ze zien gewoon dat wij best wel voorop lopen op dingen. Hoe wordt erop gereageerd door klanten? Ja, mensen vinden het super. En die spiegel die helpt zo makkelijk. In de kleedkamer een andere maat aangeven. Zodat ik een berichtje krijg op mijn telefoon van die kleedkamer met die klant. Die wil die broek en een maatje groter of een maatje kleiner. Ja, dat gemak dient de mens. En dat is gewoon leuk natuurlijk, ja. Ze kunnen toch ook gewoon zeggen, meneer, ik wil een maatje groter? Ja, tuurlijk. Kijk, dat kan altijd nog. Maar sommige mensen vinden gewoon technologie gebruiken in een winkel onwijs leuk. Het testpanel is enthousiast. Nog even afrekenen met het virtuele geld Digibytes en ze zijn weer een outfit rijker. Kijk eens, alsjeblieft, bonnetje krijgen via de e-mail. Een hele fijne dag. Oké, okay, ja, fijne dag. Ja, dankjewel, fijne dag.